Door digitalisering en technologisering, als gevolg van internet, is ons leven veranderd. We kunnen overal en altijd in contact staan met alle beschikbare informatie en mensen. Het maakt ons flexibel, maar zorgt ook dat de begrippen afstand en plaats een andere betekenis krijgen. Voor boodschappen hoef je bijvoorbeeld de deur niet uit. Je kan ze online bestellen, maar de boodschappen worden wel door bezorgers naar je huis gebracht. Regio's, steden en dorpen gaan er door deze ontwikkelingen anders uitzien. Het is net zo'n omslag als tijdens de industriële revolutie. In deze Citydeal richten we ons op het veranderen van de processen die we gebruiken bij het ontwerpen, beheren en besturen van regio's, steden en dorpen. Want echte verandering schuilt in de manier waarop je iets doet. We ontwikkelen en toetsen tools in de praktijk en voeren deze in wanneer ze bruikbaar zijn. In totaal willen we 12 tools ontwikkelen. Deze moeten haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn, zodat ook andere steden deze kennis kunnen benutten. Sommige tools zijn al in ontwikkeling. Steeds meer partijen gebruiken bijvoorbeeld camera's en sensoren in openbare ruimten. Gemeenten willen controle houden over het gebruik en wildgroei tegengaan. In deze Citydeal laten we onder meer zien wat mogelijkheden en beperkingen in wet en regelgeving zijn. We ontwerpen een regeling voor smart city toepassingen en kijken of gemeenten hier in de praktijk mee kunnen werken. De tools moeten voldoen aan de Europese democratische waarden, waarin de rechten van burgers beschermd zijn en zorgen voor een leefbare stad. Het gaat niet om techniek, maar hoe techniek de samenleving en ons leven verandert. In de Citydeal, een slimme stad, zo doe je dat, werken we samen met 50 publieke en private partijen. Citydeals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Agenda Stad. Samen werken aan de toekomst van stedelijk Nederland.